De motor van de stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, Steffen Fauquet, gaat binnen 10 dagen met pensioen. Fauquet kijkt terug op 27 tevreden dienstjaren bij de stichting. Niet alleen heeft hij bijgedragen aan het behoud van verschillende erfgoedelementen in ons land, maar ook aan de nominatie van 2 sites in Suriname voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Echter heeft de directeur ook uitdagingen gekend. Het was meer roeien tegen de stroom om behoud van het Surinaams erfgoed. Het heeft allemaal te maken met bewustwording. Pas als mensen bewust zijn van de waarde en de betekenis van ons erfgoed, dan gaan ze het echt waarderen. En over de 27 jaar hebben we toch gemerkt dat er toch wel schort aan bewustwording. Je moet met de kleintjes beginnen. En dat is hoe ik op de lagere school schat, 3e klas, 4e klas, waar geschiedenis een grote impact op me heeft gehad. Zo moet je bij eigenlijk op de basisschool beginnen met het bijbrengen van de jonkies. Geschiedenis, erfgoed, wat de betekenis ervan. En dan krijg je dat de hele generatie gaat opgroeien met die belangstelling zal hebben en ook ons erfgoed gaat waarderen. Fauquet geeft verder aan dat het Surinaams erfgoed de moeite waard is om te behouden. Als land zetten we erfgoed veel te weinig in als motor voor ontwikkeling van de stad. Er wordt te weinig economisch voordeel gehaald uit ons erfgoed. En er zijn genoeg voorbeelden in de regio. En de beleidsmakers, de ministers, die reizen ook naar het buitenland. En die zien ook hoe het toegaat in de andere landen waar het erfgoed wel wordt ingezet. Waar je wel economisch voordeel uit kan halen, maar het beleid is er niet opgericht. En het vervelende is, het zijn juist van buitenlanders moet je horen wat voor prachtig erfgoed we hebben. En ja, onze eigen mensen, zeker van de overheid, dat valt tegen. Fauquet is van mening dat er veel meer gedaan kan worden aan de bewustwording van het belang van ons erfgoed en het behoud. Het volledig interview met Steffen Fauquet ziet u morgen in ons programma In Gesprek Met om 8 uur in de avond op kanaal 12.1.